Hier zijn we weer. Hoe duur is dit? Pack Battle. Hoe duur is dit? 70 euro. 70 euro? Ja, ik ben gescamd door een van die winkels. Ik ben naar 2 verschillende winkels gegaan. Eerste winkel, 7 euro per pakkie. Dus ik haal 10 pakjes daar ook. Ga ik naar de tweede winkel, zijn ze 6 euro per pakkie. Dat scheelt best veel. Dus, 7 euro per pakkie? Degene zonder het karton eromheen, dus gewoon deze, de losse packs, kosten 7 euro per stuk. Hoe duur zijn deze dan? Die waren 6 euro. Hé, maar dit zijn wel uiteindelijk dezelfde. Ja, want kijk, hierin zit gewoon hetzelfde soort pakkie. In dat karton. En deze zit ook nog zo'n mooie karton ding. Ja, en die is oplichterij. Oplichterij. We hebben trouwens net ook hiervoor een andere video opgenomen waarin wij ook 10 pakjes gingen openen. Even de nieuwe set checken. Nu gaan we de pack battle doen. Maar check vooral die video. Tussen dit stapeltje zitten een paar goede kaarten. Een VMAX. VMAX zit ertussen, jongens. Die is echt best wel veel geld waard. Dus check de video. Hey. We moeten pakjes uitkiezen. Zo eens even. Nou, ja. We gaan het nu ook anders doen trouwens. De vorige video deden we per ronde, ja. Ja. Dat we gewoon om de ronde deden. De ene kaart is beter dan de andere. Dus dan kreeg jij mijn kaarten of ik jouw kaarten. Ja. Wat we nu gaan doen is we openen allebei die 5 pakjes. En dan wie het aan het einde van de video het beste stapeltje heeft, die krijgt alles van de verliezer. Alles? Alles. Ja, nee, oh, stop. Wat is dit? Nee. Weet je wat mijn theorie is? Nou? En, je hebt een goedkopere en je hebt een mooiere aankleding en er zit ook nog betere kaarten. Eentje. Geef me één van die kartonnen pakjes. Jij hebt er ook nog voor betaald. Jij hebt maar geen plezier voor. Ja, jij pakt er 6. Gast, ik heb er 3. Ik moet er nog 1. Gast, ik heb er toch... Ik moet er nog 1. Deze bewaar ik voor de eind. Nee, die moet jij eerst doen. Nee, Doe hem nu. Hier zit een banger in, dat weet ik nu. Doe hem nu. En ik begin met deze en ik bewaar 3 bangers voor het laatst. Zullen we het eerste pakje tegelijk openen? Ja, vind ik een goeie. We gaan er gelijk in knallen. Oké, okay, omste beurten. 3, 2, 1. Poef. Boom. Energy kaartje. Boom. Incoming kaartje. Boom. Boom. Poef. Oké, eigenlijk moet ik even tellen. Zit er nu 6, 7. Oké, nu komt de reverse als het goed is. Boom. Even kijken wat de reverse is. Oh nee, dit is de reverse dan niet. Nu komt de reverse. Nu komt de reverse. Boom. Alright, even koekeloeren. Allebei slechte kaartjes. Allebei hun comments. 3, 2, 1. Boom. Ik heb een beter. Nee! Ik heb een holo. More shadow holo. Sorry. Maar holo's, dat weet jij nu inmiddels. Want jij begint nu ook die Pokémon Master te worden. Ja. Holo's zijn zo goed nog niet, hè? Nee, hey, daarom. Ik ga voor die VMAX. We hebben die VMAX nog. 3 VMAX. Serieus, ik zweer het je. Is dat trouwens het beste, VMAX? Nee, de Secret Rare Alt Art. Dat is ook die kaart van $300. En heb je nog Full Art Alt Card? Ja, maar er is toch ook wel een VMAX van $300? Ja, maar dat zijn ook VMAX kaarten. Dat is dan een Rayquaza VMAX Alt Art Secret Rare. Oké, ik ben nog een keer het slechte packing. Jij vanaf nu eigenlijk alleen allemaal slechte packages. Ja, of juist niet. Wat gaan we nu doen? Wat doe je nou met die codekaart? Nee. Ik heb een strategie. Ja, maar nu f*** je de hele volgorde op, of niet? Hier gaan we weer. Waarom doen we dit gelijk? Dit moet een video van 10 minuten worden. Wat zijn we aan het doen? Jij gaat maar eerst met je rotbek. Ja, nee, jij gaat eerst. Oké. Ik vind het niet leuk. Ik heb het niet naar mijn zin. Hoezo niet? Wat hebben we hier? Een Spirit Mask trainer. Volgens mij is dit nog een trainer. Yup. Boom. Zijn we al bijna bij de reverse? Hij komt nu. Hij is een Pikachu. Nee, maar nog lang niet. Hij wou toch echt nog 3. Je hebt echt nog 3. Nu komt de reverse. Boom. Nee, nog lang niet. Nee, maar dit is toch een reverse, jongen. Okay. Kom maar. Je hebt niks. Je hebt 100% niks. Nu. Absoluut. Nee. VMAX. VMAX Altart. Nee. Nee. Oh, ik denk je verscheurt hem. Nee, dat kunnen we. Zij toch? Kijk, deze voor mij is ook nog matig. Ik denk dat hier gewoon een holo in zit. Die gaan we. Bravery, Nuzleaf, Ice Cube, daar heb je hem weer. Ice Cube. Ja, wat een pool! Ja, wat een pool! Holy moly. Ik ben heel de tel kwijt. Hey, we zitten hier vol spanning. Volgens mij komt nu de reverse, of niet? Oh nee, wacht, je hebt de... Ja, dit is de reverse. Nee, de rare. Dit is nog de minste van de hele set. Voelt die licht of niet? Ja, nee. Oh ja, dat is heel matig. Ik zei het, hè. Ja. Ik zei, dit is nog een matige, want dit was zo'n packie. Lichtpakkie. Kijk, vanaf nu heb ik alleen maar dikke pakken, jongen. Ik vind het eigenlijk niet top. We hebben helemaal nog niks goeds gepoeld. Echt allebei niet. Nee. Ja, het beste is die holo, dus ik sta nu wel vol. Wacht maar, jongen. Ik heb nu alleen nog maar goeie. 3 VMAX. Weet je wat? Ik wacht nu even op jou. Ik ben wel benieuwd wat er in dat pakje is. Oh, is het nog een keer? Ja, jij gaat nu nog maar een keertje. Hier, kijk. Hoe dit ook al impact dit. Het is chill. Ik maak even een goede stap. Oh. Is hij zwaar? Hij is zwaar, hoor. Nee. Holy shit. Zo! Ik denk dat dit een fabrieksfout is. Alleen maar ultra rares erin. 1, 2, 3, 4. Ik heb ook het idee dat hier iets goeds in zit. Nee. Dit moet... Oh, die van mij? Ja. Oh. Ik word een beetje zenuwachtig. Jij gaat er nu vandoor met al mijn kaarten. Oh, ik heb hier veel te veel geld dit voor betaald. Voelt gewoon goed. Oh, hij is echt zwaar, man. Ik kan hem bijna niet vasthouden. Fledgling.
Chincho. Dan gaan we. Dan gaan we. Petil. Oh, hier komt die, hier komt die. We staan gelijk. Ik zei het toch. Het is geen 4 Max, vriend. Nee, maakt niet uit. We staan gelijk. Yo, koop altijd de goedkopere pakjes. Ze zijn beter. In de vorige video zijn we er ook achter gekomen dat die blister packs ook gewoon scam zijn. Kijk eens even, wat een kaartje. Oeh, die is zwaar. Nee, jij zit nu echt te fake. Echt fake, man. Echt, ik voel hier... Ik weet goed hoe grammetjes aanvoelen. Daar heb ik heel veel ervaring mee. Dit ding is echt wel een paar gram zwaarder. Dit is niet best, hoor. Hier gaan we. Flaffy. Wat is dit? Bravery of zo. Waarom f***ing nou? A little pup. Nicket. Hij komt zo, Arm. Hij komt zo. Broke Might. Ben je hier klaar voor? Wat is dit? Rood Motorola. Motorola? Rock and roll. Motorola. Hier komt ie. Is dit de reverse? Nee, hè? Nee. Nu komt de reverse. Boom. Nee, nog steeds niet. Echt niet? Ja, dit is het. Ik denk je wel. Hij is heel zwaar, man. Nee, nog steeds. Hij is echt zwaar. Holy f***. Hij is... Nee. Ik dacht even dat hij beter was. Dit is een 4. Dit is een regular 4. Het is geen 4 Max. Man. Maar Suicune 4 is gewoon een goede kaart. Oeh, hier kan ik moeilijk aan tippen. Jij moet gast. Hier, voel eens. Nee, hij is licht. Er zit niks in. Misschien zelfs nog wel lichter dan alle pakjes die we tot nu toe hebben. Ach man. Dit is ook een error pakje. Hierin zit alleen maar uncommon. Alleen maar rotzooi. Er zit alleen maar trainers in. Man. Hierna heb je nog één packie, hè? Ja. Ik heb er nu nog energy, twee. Energy. Come on, please. Energy. Ruk, wees energy. Allemaal ruk. Energy. Nog een energy. Hoezo zit er allemaal energies in? Energy drink. Nog een energy. Focus drink. Focus. Nu komt de rare. Het is een holo. Het is een holo. Yes! Het is een holo. Holo's zijn ook niet slecht, maar die 4 is toch echt wel beter. Als ik nu een 4 pool en jij geen holo, dan win ik. Dan win ik alles, hè? Ik heb nog 2 pakjes, jij hebt er nog 1. Dus ik heb wel meer kansen. Ja, klopt. Dan moet jij nu een 4 of beter pakken. Maar ik bedoel, als jij een 4 max pakt, dan ben ik weer. Dit is de laatste. Oh, die voel ik wel, hoor. Kijk eens even. Goeie centering. Nee, deze voelt best wel licht eigenlijk. Ik voel hem niet in dit pakje. Hier gaan we. Energy. Ruk. Yo, dat is het Google Chrome logo. Wow. What the hell? Damn. Sick, man. Alright, boom. Nummer 7, nummer 8. Niet. Nee, nu komt nummer 8 volgens mij, ik weet het niet. Boom! Ja, dat is. Oeh, Pikachu. Reverse Hello Pikachu. Nee, ik voel deze niet. Voel je niet? Nee, dit is niks. Hij is wel zwaar, man. Boom! Nee! Oh nee, is niks. Holy s***. Omdat hij zwart is en ja, je moet het zien in het camerascherm. Je denkt gelijk een 4. Ja, ik dacht echt even, het is minimaal 4. Maar 4 zijn altijd zwart, toch? Ja, nou hier, je ziet het wel. Er zit in ieder geval meer textuur op. Oh, nice. Dus, als ik nu een holo pak en jij niks in die, dan win ik al. Nee, dat is niet waar. Dan heb ik 3 holos en jij 1 fee en een holo. Ja, maar dan gaan we even op het internet opzoeken welke de meeste waarde hebben. Want een holo, zo goed is een holo nou ook niet. Is 1 holo, staat dat gelijk, of 2 holos, staat dat gelijk aan 1 fee? Ik weet het niet, dat is discutabel. De alles bepalende ronde. Daar komt jongens. Daar ga ik dan. €70 uitgeven en ik heb niks. Ik voel een 4 max. Ik voel oprecht nu een 4 max. Ik vind het maar niks. Waarom is hij over de kop? Er staat 1 kaart over de kop in. Echt? Nee, klopt. Nee, hier. Nu is het wel weer goed. Niet omdraaien, hoor. Ja, het is... Wat vaag. Dus is dit het errorpakkie waar we het hele tijd over hebben? Het errorpakkie. Come on, please. Wees niet dat errorpakkie. Ik wil dit winnen. Hier heb je Monterola weer. Psyduck. Swablu. Dit is hem toch? Ja, dit is de reverse. Nu komt de rare. Yes! Helemaal niks. Easy win. Baco's op het strand. Je hebt toch gewonnen nu? Ik heb gewonnen. Hier met die kaart. Nee. Je hebt sowieso nog niet gewonnen, toch? Ja, ik heb een fee. Jij hebt helemaal niks goeds gepakt. Ik heb 2 holo's. Ik heb een holo en een fee. I get clapped, son. Get absolutely clapped. Gast, het zijn je eigen kaarten. Hou je bek. Wacht, wat is dit trouwens? We hebben 10 pakjes geopend en 1 fee. Dat is echt slecht, dat trouwens. Je hebt 1 in de 4,5 pakjes hoort een fee te zijn. Ik blijf het in mijn kaart te krijgen, maar het is echt letterlijk €4. Dan moet dit pakje wel iets goeds hebben, anders zijn we echt gewoon genaaid. €70 ben je lichter, hè? Come on, please. 1, 2, 3, 4. Boom. 1, 2, 3, 4. Max. Oh, verscheur. Yeah. Voor het goede geluk. Ja, voor het goede geluk. Verscheur die energy card. Ik heb er helemaal niks aan. Energies. Come on, please. We gaan er ook gewoon snel doorheen, hoor. Hij voelt niet zwaar, ik zeg je eerlijk. Hij voelt best wel licht aan. Ja, dan denk je vaak dat het niet goed is, maar je voelt het eigenlijk niet, hoor, dat gewicht. Come on, please. Zo minimaal dat gewicht, dat voel je niet. Is dit hem al? Nee, ik gun hem je eigenlijk ook wel. Je hebt toch al gewonnen, dus ik gun hem voor deze keer. Dit is de reverse. Hier gaan we. Come on, please, man. Please. Ja. Is dat... Nee. Weer die kopjes.
Ik heb die zwarte kaarten. Ja man, dat is... Je bent letterlijk 70 euro lichter nu. 70 euro. Ja, dat was wel echt ruk. Je hebt praktisch 7 euro terug, ik denk niet meer. Die vorige video was wel echt beter hoor. Ja, die moet je kijken. Die was wel echt beter. Als je die nog niet gezien, dan moet je die kijken. En abonneer. Gewoon doen. Nu gaan we de hele tijd een kutkaarten verscheuren. Mag ik één holo verscheuren? Nee. Je mag wel een reverse verscheuren. Nee, natuurlijk niet joh. Dat is toch zonde? Nee, is zonde. Dat vinden kijkers niet leuk. Dat is echt ja, dat is zeker waar. Ik vind het oprecht zo. Geef dan nog maar. Weet je wat ik niet leuk vind? Dat ik 10 overpriced packies koop die ook nog 1 euro duurder zijn bij die speelgoedwinkel. En helemaal niks krijg! Nou, we weten in ieder geval zeker dat deze niet beter zijn. Nou, ik had echt 3 keer niks. Volgens mij had ik. Oh, ik had wel mijn 2 holo's erin. Jij had ook je holo erin. Had ik die 4 ook niet? Nee, ik had die holo erin. Nee, jij had alleen die holo erin, joh. Nou, doet er wat leuks mee. Dames en heren, als ik jullie was, zou ik de vorige Pokémon video kijken. Want toen waren we toch echt wel een stuk meer lucky dan dit. Bedankt voor het kijken. Abonneer op het kanaal voor meer Pokémon video's. Laat even weten in de comments wat ik in de volgende video moet openen.